eerste middag waarschijnlijk al Overklasse 12-13 jaar kijken we naar en is het opnieuw Max van Eindhoven. Net als in de manches komt hij ook hier als eerste voorbij. Maar ziet daar Gouwloze namens Geldermals op de tweede positie. Lijkt het ook en anders een heel groot kans ontstaan. Een mooie strijd denk ik nog. Dus plaats 3-4. Plaats 3-4 op kan er nog iemand opschuiven vanuit achter. Kan er nog iemand opschuiven bijvoorbeeld aan je Jacobs. Kan ze nog een goede positie? Kan ze nog wat bijhalen? Gaat het nog lukken? Dat denk ik niet. 2-41 is het laatste ticket voor Ricardo de Bier. Open klasse, andere halve finale, 12-13 jaar kijken we, race 206. Van de Heuvel, Rijswijk, Horneman, Derks, nog een Derks, Kiviet, Verkempen en Berendom. Maar het is 373, de man met 373, Rodi van de Heuvel. Hij zit voorop en gaat dat ticket gaat die pakken, dat is 1, dat is 2. 2 is 158, of is het 148, Lars Horneman, hij zit er ook bij namens zijn club uit Os. En dan lijkt het de man uit Amersfoort te zeggen, Dino Rijswijk, ook hij dan vanmiddag hier in die finale 3-5-5. Dat is de plaats van Kasper Berendom namens Dietlos, ook hij is in de finale.